Welkom in het museum De Korenschuur in Loosduinen. Op het ogenblik wordt er hier een tentoonstelling gehouden over hoe het was in de psychiatrische centra Rozenburg en Bloemendaal tijdens de oorlog. Het is dus 70 jaar geleden dat het afgelopen was en 75 jaar geleden dat het begon. We laten de periode zien tussen 1940 en 1945. We beginnen te kijken naar hoe het was voor de oorlog in Bloemendaal aan de Monsterse Weg. Henk van Schaik heeft een hele mooie plattegrond gemaakt, vergroot, waarbij je precies kunt zien hoe de indeling was op dat grote terrein. En als ik daar nu even naar kijk, dan zie ik een foto van een woning van het personeel, een moestuin, want de psychiatrische ziekenhuizen waren zelfvoorzienend. Ze waren helemaal op zichzelf aangewezen wat betreft voedsel en activiteiten. Een hele speciale kliniek was de kliniek Okkenburg. Die stond aan de overkant van de Monsterseweg tegenover het hoofdgebouw. En hier werden mensen opgenomen die niet speciaal een RM, een rechterlijke machtiging hadden, maar die gewoon bepaalde klachten hadden op het gebied van psychiatrie of neurologie. En dan kregen ze niet meteen het stempel opgedrukt van dat is een psychiatrische patiënt of dat is een gek. Dat kregen ze niet. En daar was kliniek Okkenburg heel bijzonder in. Midden op het terrein stond een kerk. En de kerk die er in de oorlog stond was de tweede kerk. De eerste kerk was wat kleiner. Als een kapel was die daar neergezet. Maar toen die ging verzakken in de jaren 20, hebben ze er eind jaren 20 een nieuwe neergezet. En dat was deze kerk. En iedere zondag gingen één of twee keer alle patiënten met de artsen naar de kerk. Dus dan zat die kerk helemaal vol, 300 mensen of soms nog wel meer. Nou, die kerk is helemaal verwoest geraakt en pas na de oorlog is er een andere kerk, een grotere kerk opgebouwd en dat is de huidige kerk. Toen de oorlog uitbrak, was de situatie in Bloemendaal zoals het was in de jaren 30 en op sommige situaties nog in de jaren 20. Er was heel veel zorg voor de patiënten. Er was bedverpleging. Als patiënten werden opgenomen, dan gingen ze eerst 1 of 2 weken en soms nog wel langer. Moesten ze naar bed, daar zie je ook foto's van. En mensen met TBC die lagen buiten, maar ook in bed. Er was arbeidstherapie. Mensen, de patiënten leerden en deden mee in de huishouding of in de arbeid, zoals hout hakken, spullen versjouwen, aardappelen schillen, enzovoort, enzovoort. Ze deden gewoon mee en dat was goed, want als je iets kunt doen, kun je zin in je leven geven. Want een psychiatrisch patiënt, die vraagt zich vaak af, waarom leef ik, wat is de zin van mijn leven? En juist door dingen te kunnen doen, door mee te kunnen doen, door zinvol bezig te zijn, maar ook door naar de kerk te gaan, konden ze toch weer iets van zin ervaren in hun leven. Rozenburg en Bloemendaal, de ziekenhuizen, stonden op nog geen 5 kilometer van elkaar vandaan. Maar ze hadden niets met elkaar te maken. Wel was het zo dat de vijand, de Duitsers, vonden dat de patiënten weg moesten. Ze werden allemaal geëvacueerd naar zusterinstellingen in het binnenland. Het is een hele grote evacuatie geweest. Honderden patiënten zijn geëvacueerd. Een heleboel hebben daarbij het leven gelaten omdat het heel zwaar was.
Ze hadden honger, ze moesten vluchten, ook soms op de evacuatieplekken. En het grootste gedeelte is toch wel weer teruggekomen. Psychiatrisch Centrum Rozenburg is de voortzetting van het oude dolhuis aan het Slijkeinde. En zij hebben toen het landhuis gekocht op het landgoed Oud-Rozenburg. En daarom heet het Psychiatrisch Centrum Rozenburg Rozenburg. Er zit hier een prachtige platte grond waarbij het landhuis een prominente plaats heeft. En de andere gebouwen die kwamen daar langzamerhand omheen. Psychiatrisch Centrum Rozenburg was een neutrale inrichting waar mensen van allerlei richtingen of geen richting, christenen, joden, iedereen die kon daar opgenomen worden. En het personeel was ook divers. Dat betekent dat er ook heel veel Joodse patiënten zaten. En dat is echt een absoluut dieptepunt uit die tijd, dat de Joden daar allemaal zijn weggevoerd. Er waren ook onderduikers, Joodse mensen die de dreiging van de Duitsers in hun nabijheid voelden, hebben gevraagd of ze opgenomen mochten worden op Rozenburg. Nu kon dat aanvankelijk niet, want de derde klasse zat vol. Maar de eerste en de tweede klasse, die waren niet vol. Dus daar, ze hadden geld bij, ze betaalden er ook voor, werden de Joodse patiënten, of Joodse mensen, als patiënt opgenomen. De Duitsers hebben dat toch ontdekt. En begin 1943 zijn er in twee of drie of vier fasen, zijn ze allemaal weggevoerd. Allemaal, dat is niet zeker, want er zijn berichten dat een aantal mensen zijn gevlucht. Er is een verhaal dat een echtpaar een dag en een nacht achter het mortuarium heeft gezeten. Maar de meeste mensen die zijn weggevoerd. Er waren ook een paar patiënten die waren zo ziek, die konden niet meegenomen worden. En toen heeft de commandant Fischer, want dat was echt de boosdoener, die heeft erachter gezeten, die heeft alle patiënten laten wegvoeren. En niet op zo'n leuke manier. Het is een absoluut dieptepunt op deze periode van de psychiatrie van Den Haag. De regenten die het psychiatrisch centrum Rozenburg bestuurden, werden aangesteld door de provincie. En ze waren onbezoldigd. Maar ze hadden erg veel macht en zij regelden eigenlijk alles. Ze stuurden de artsen aan, maar ook de problemen rond de verpleging, rond ander personeel. Ze hadden nog geen afdeling personeelszaken. Alles werd door de regenten gedaan. En voorwaar in die periode met de adem van de vijand in je nek, is dat niet zo'n makkelijk klusje. Een belangrijke persoon is ook de rentmeester. Het was wel een bezoldigde functie. Hij heeft heel veel gedaan en heel veel georganiseerd rond de evacuaties van alle patiënten naar het oosten en het zuiden van het land. We hebben hier een oud shockapparaat, een van de eerste shockapparaten. Die werden op Bloemendaal gebruikt. En ook in de oorlog is het shocken van patiënten, zoals dat heette, doorgegaan. En het had resultaat. Hier zijn een aantal als lesmateriaal. Wat de verpleegkundige, de artsen gaven les. En de verpleegkundige leerde naar aanleiding hiervan dit materiaal. En daar aan die kant zijn instrumenten, medische instrumenten, die gebruikt werden om de patiënten te helpen en zover mogelijk te genezen. In injecties, een tang voor het verband en nog diverse andere zaken. Hier hebben we twee noodfluiten. Een noodfluit werd gebruikt 's nachts door de verpleegkundige
die op de afdeling de wacht moesten houden. Als een patiënt onrustig werd, blies de verpleegkundige op de fluit. En dan kwam degene die in de buurt sliep, verpleegkundige, die kwam snel langs om te kijken hoe ze konden helpen. En die noodfluit maakte iedereen natuurlijk wakker. Het zal af en toe wel een chaos zijn geweest. Maar, en het systeem bestaat ook niet meer. Maar hier ligt de noodfluit en is geregeld gebruikt geweest. In twee prikklokken, die moest de verpleegkundige die 's nachts de wacht had op de zaal, want alle patiënten sliepen op zaal, moest ieder half uur op het knopje drukken om te laten zien dat hij of zij wakker was gebleven. Als dat niet lukte, omdat je bijvoorbeeld bezig was met een patiënt, dan moest je dat de volgende dag wel goed uitleggen. Maar als je in slaap was gevallen, ja, dan ging dat half uur voorbij en had je niet gedrukt. Dus de volgende dag moest je dat dan ook verantwoorden. De straf daarvoor was, de volgende nacht moest je om het kwartier drukken. Als je dan nog in slaap was gevallen en het nog niet goed gedaan had, dan werd er of salaris ingehouden of vrije dagen ingehouden. Nou, en dan deed je het wel niet meer. Dan zorgde je dat je wakker bleef 's nachts. De Ramaar-kliniek op het psychiatrisch centrum Rozenburg was de eerste kliniek in Nederland waar mensen konden opgenomen worden zonder dat ze een rechterlijke machtiging hadden of zonder dat ze het stempel kregen van psychiatrisch patiënt. Dat gebouw is naar beneden gehaald in de jaren 90, maar het was een bijzonder mooi gebouw. Ik heb dat zelf nog meegemaakt toen ik daar rondliep als geestelijk verzorger. In het begin schrik je ontzettend van de sfeer die daar was. Maar ik heb patiënten gesproken die ook de ruimte daar heel erg op prijs stelden. Een hooikist die hier nog staat, die werd gebruikt om het eten klaar te maken. Er werd hooi onderin gedaan. Dan werd het de rijst of de aardappelen, die werden warm gemaakt en die werden hierin gedaan. En dan ging het als het ware broeien. En dan werd het gaar. En ja, dat scheelde natuurlijk hout of andere energiestoffen. We hebben er eentje gevonden. En deze is van Bloemendaal geweest.